Hallo, ik ben Kokkie Hogeveen van Voetentraining en ik ga je helpen bij het oefenen van je voeten. Elke week krijg je van mij een nieuwe oefening, zodat jij op 23 juni ook echt je schoenen uit kan doen. Oefening 22. We gaan de voorvoet masseren. En we gaan het masseren onder deze gewrichten. En ik laat het zien als je zit. En ik laat het zien als je staat. En je gebruikt een klein balletje. Ik heb een klein zacht balletje, een squashballetje. Maar het moet niet te hard zijn. Dus niet een golfballetje pakken. Laten we beginnen. Met deze oefening ga je de voorvoet masseren met een zacht balletje. Je kan deze oefening doen in zit of in stand. Ik laat hem eerst in zit zien. Neem een stoel. Van de goede hoogte, niet te laag en niet te hoog. En ga op je zitbeenknobbels zitten. Zet nu je voet op het balletje, waarbij het balletje onder punt 1 komt te liggen. Geef nu druk op het balletje. Hou dit 5 tellen vast. Haal de druk eraf. Even pauze. 5 tellen druk geven. Even pauze. En nog een keer 5 tellen. Verplaats nu het balletje naar de tweede plek. En dat is precies onder het gewricht van de grote teen. Geef ook hier 3 keer 5 tellen druk. En daarna ga je hetzelfde doen voor de andere plekken, dus plek 3, 4 en 5. Als je deze oefening in stand wilt doen, ga je rechtop staan. Je zet je voeten op heupbreedte. Je legt het balletje op de grond en je zet je voet op het balletje, waarbij het balletje onder punt 1 komt te liggen. Zet je voeten naast elkaar en geef nu een zachte druk op het balletje. Hierna herhaal je het voor de tweede, derde, vierde en vijfde locatie. Zorg er wel voor, wanneer je deze oefening doet, dat je iets vast kan pakken als je je evenwicht dreigt te verliezen. Veel succes met deze oefening. En probeer elke dag iets te doen, hè? Dus of een massage of een oefening. En doe het met liefde.